Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo en welkom bij deze podcast. Mijn naam is Mirjam Hommes. Vandaag is aangeschoven Rick Helmink. Welkom Rick. Hoi. Later in deze podcast hoor je ook een interview met Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en organisatieadviseur op het gebied van integriteit en sociale veiligheid. Zij adviseert onder andere ook stamboeken en de KNS en ze doseert over bijvoorbeeld verenigingsrecht en governance. We gaan het namelijk vandaag hebben over verenigingsleed. Wij moeten bij Horses en de Paardenkrant regelmatig jullie berichten over ellende, gedoe en personele toestanden bij verschillende organisaties in de paardenwereld. En of het nu gaat om Duitsland, Denemarken of Nederland en of je het nou hebt over sportbonden of stamboeken, er is eigenlijk best vaak iets aan de hand. En natuurlijk zeggen wij op de redactie dan tegen elkaar, laten we de popcorn er maar weer bij pakken. Maar eigenlijk veel vaker ergeren we ons daar ook best wel aan. Het gaat vaak om essentiële zaken en niet alleen om ophef op sociale media. Rick, geef ons eens even een kort overzichtje van alle ellende die we de laatste tijd voorbij hebben zien trekken. Ja. Toch de popcorn, ja sorry. Ja, nee, het meest recente voorbeeld daarvan dat speelt zich af in Duitsland bij de FN. Dat is de Duitse paardensport- en fokkerijkoepel. Die hebben een gat van een miljoen, iets minder dan een miljoen op de begroting. En dat is in de schoenen geschoven van de financiële man van het stamboek. Die is ontslagen. Die zegt zelf overigens zelf ontslag te hebben genomen. De FN zegt dat hij ontslagen is. Hoe dat precies zit is ook nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval is hij weg. Maar dat gat van de miljoen is er natuurlijk nog. En insiders, onder andere Martin Richenhagen, die was ook woordvoerder van de DOKR. Dat is zeg maar de topsportafdeling van de FN. Die is ook uitgever van het blad Ruiter Revue en die heeft daar in een aantal commentaren ook wel best wel duidelijk over wat erover gezegd. Onder andere dat het meer te maken heeft met hoe de FN wordt bestuurd. Dan hebben we natuurlijk de KNS. Daar is de voorzitter van het algemeen bestuur, Kees Rosemond, is dit voorjaar benoemd als ad interim directeur. Dus een ander bestuurslid, de penningmeester, is naar voren geschoven als voorzitter van het bestuur. En de KNS heeft in 7 jaar tijd 3 directeuren gehad. En 2 keer heeft dat maar 1 jaar geduurd en is dat geëindigd in een juridische procedure. De laatste directeur die is in de herfst opgestapt, hè? Ja, en uiteindelijk zijn ze er begin dit jaar, hebben ze een overeenkomst bereikt over de beëindiging van zijn contract. Dus ja, dat zijn even de meest recente. Daarvoor is er natuurlijk ook wel een bestuurscrisis geweest bij het KWPN. Ja, die hebben ook nog steeds geen nieuwe directeur, toch? Nee. Die hebben eigenlijk, het managementteam heeft nu de taken van de directeur overgenomen. En Roelof Post, dat is de financiële man, neemt daar dan in het voortouw. Maar er is geen nieuwe directeur. Nee, vooralsnog. Nee, en bij het KVPS natuurlijk eigenlijk hetzelfde verhaal. Afgelopen jaar een heel nieuw bestuur, dikke jaar geleden, die inmiddels sinds gisteren allemaal ook weer zijn opgestapt. Op een gegeven moment maar 1 bestuurslid aan het eind van vorig jaar. Directeur is ook opgestapt, daar zijn ze het nieuwe voor aan het zoeken. En er zijn wel inmiddels weer nieuwe bestuursleden. Er zijn er nu 2 en er komen er binnenkort nog weer 3 bij. Maar ook daar gaat het niet van een leien dakje, zullen we maar zeggen. Al met al genoeg aanleiding om het hier eens een keer over te hebben, zowel in de krant als in deze podcast. We vermoeden namelijk eigenlijk dat we niet de enige zijn die ons af en toe wat ergeren aan al dit gedoe of verbazen over deze toestanden, net hoe je het wilt zeggen. Maar dat ook voor betrokken leden en fokkers geldt, die bij deze sportbonden en fokkerijverenigingen stamboeken zijn aangesloten. Dus de vraag is, als we even voorbij de popcorn kijken, hoe komt dat nou eigenlijk? En toch ook wel, wat kunnen wij daar nou eigenlijk aan doen? En dan wij als leden van die verenigingen. Dus de vraag is, Rick,
Waarom is die paardenwereld nou zo lastig te besturen? Ja, daarover heb ik gesproken met Marjan Olvers, die dus straks ook nog te horen is in deze podcast. En ik heb haar gevraagd, met al deze bestuurscrisis, waar komt dat nou vandaan? Hoe kan dat zo vaak paardensport en paardenfokkerijverenigingen treffen? En in dat interview somt zij eigenlijk een lijstje op met dingen die... Sommige zijn echt gerelateerd aan de paardenwereld. Andere spelen sowieso gewoon bij verenigingen. En wat ze als eerste zegt is dat het besturen van een sportvereniging een ontzettend lastige taak is. Lastiger dan het besturen van een groot bedrijf. Dus je hebt een supercomplexe taak, maar eigenlijk ook tegelijkertijd een vrijwillige structuur. Dus mensen moeten heel moeilijk werk doen voor weinig. Dan nog specifiek bij de paardenwereld hoort dat het een sport met een dier is. En dat bestuurders ook heel erg eigenlijk wel in de wereld moeten zitten. Zodat ze de taal spreken, zodat ze weten wat er leeft. Het is natuurlijk een heel specifieke wereld. En daarbij komen ook snel komt al snel om de hoek kijken dat degene die bestuurt ook belang heeft. Dat is natuurlijk een risico. Dan ziet zij best wel vaak dat de rol en taak vastzijt, dat het daar vaak misgaat. Dus dat bestuurders op de stoel van de directeur gaan zitten. Of dat de ledenraad niet precies doet wat hij moet doen. En wat zij ook zegt is dat je in een bestuur eigenlijk nederige mensen nodig hebt. En ja, dat het nog wel eens voorkomt dat de mensen die het hardst om zo'n bestuursbaantje vechten, dat niet per se de meest juiste mensen zijn. Dus dat er best wel wat meer aandacht mag zijn voor de werving en selectie. En dat er echt wordt gekeken van wat hebben we nu nodig. In plaats van wie biedt zich het hardst aan of wie staat het allerlangst op de wachtlijst. Ja, dat zijn inderdaad toch wel een aantal punten waar we misschien wel wat dingen in kunnen herkennen. Dan moeten we het wat mij betreft toch ook nog even over de leden hebben. Want bijna iedereen in de paardenwereld is lid van minimaal één vereniging. Vaak wel twee of drie. Ik krijg soms de indruk dat er ook maar heel weinig betrokkenheid is. Waarom denk je dat dat is? Ja, ik denk dat dat enerzijds een gewoon bredere maatschappelijke ontwikkeling is. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij ledenaantallen van politieke partijen. Dat het terugloopt, dat gewoon de individualisering van de samenleving, dat daar een rol speelt. Ja, mensen ook de KNS zien als een soort van bedrijf waar ze een pakketje bestellen en dan is iets niet goed. En dan willen ze het terugsturen of hun geld terug. Terwijl een vereniging is iets, als je daar lid van bent, is dat ook van jou. En dat besef, ja, dat speelt ook niet alleen in de paardenwereld, maar dat zit gewoon overal. Ja, dat jij ook dat bestuur maakt, dat jij die vereniging bent, dat besef is gewoon een beetje weg. Ja, het is eigenlijk een vorm van consumentisme die op verenigingen wordt toegepast, waardoor er ook een soort mismatch ontstaat. Ja. Ja, en daar komt inderdaad natuurlijk bij wat jij net al zei, de maatschappelijke trend. Het is voor verenigingen vaak natuurlijk ook bijzonder lastig om mensen te vinden om alle raden, commissies en besturen te vullen. Ja. In het verlengde daarvan is dan misschien ook zelfs wel de vraag of de vereniging met al die mensen die je daarvoor nodig hebt de beste structuur is om een stamboek of een sportbond in te gieten. En dat was eigenlijk ook gelijk de eerste vraag die ik aan Marjan Olvers zelf heb gesteld in een interview dat ik eerder vandaag met haar had. En daar gaan we nu eerst eventjes naar luisteren. Als we verder voortbeduren op het interview dat jij gehad hebt met Rick over de problemen in de paardenwereld bij besturen van stamboeken en sportfederaties en dergelijke, dan is eigenlijk mijn belangrijkste vraag aan jou: ligt dat nou aan het feit dat het verenigingen zijn? Ligt het aan de structuur van een vereniging? Nee hoor, dat ligt echt niet aan de structuur van de vereniging. Het ligt aan een heleboel, het heeft een heleboel oorzaken. Het eerste is, als je het hebt over een commerciële onderneming, wat dit dus niet is, dan gaat het over winst- en marktaandeel. En winst- en marktaandeel zijn redelijk plat. En dan kan, ja, dat weet je. En je weet ook wat de sturingsmechanismen zijn. Ja. Je vraag is van, komt dit nou door de verenigingsrechtelijke structuur? En
Je kunt niet een structuur de schuld geven voor gedragingen van mensen. Dus dat is de eerste. Het is wel zo dat als het gaat om een vereniging, dat er een niet-economisch belang wordt nagestreefd. En dat is vaak wat diffuser. Bijvoorbeeld het bevorderen van de paardensport in Nederland. Ja, maar wat is dat dan? En hoe doe je dat dan? En welke plaats neemt het dier in? Of de belangen behartigen van stamboekhouders of noem het allemaal maar op. Terwijl als het gaat om het bedrijfsleven is het vrij helder wat je nastreeft, namelijk winst, marktaandeel. In de hoop dat je dividend overhoudt en dat gaat dan naar de aandeelhouders. Dat is vrij plat. Maar juist door het maatschappelijke doel maakt het besturen van een vereniging best ingewikkeld. Ja, dus het ligt niet aan het verenigingsmodel op zich. Dus we hebben er niet zoveel aan om dat dan misschien te veranderen. Dat kan ook niet. Hè? Dus als je zou zeggen van dan laten we de structuur eens even veranderen. We gaan niet over tot een vereniging, maar we maken er een BV van. Mm-hmm. Ja, dan is wel de vraag wie wordt dan de eigenaar van die BV? Dat willen we ook niet in dit land. Want dat betekent dat de commerciële belangen worden nagestreefd. Terwijl het gaat om een niet-economisch belang om dat na te streven. Dus we kunnen niet heel makkelijk zeggen, oké, we gooien die vereniging weg. De vereniging is de meest democratische structuur. Dat is iets fantastisch. Mm-hmm. Maar dat betekent ook wel dat je altijd moet gaan voor compromissen. Dat je altijd moet gaan voor een goede belangenafweging. En die is gewoon in dergelijke structuren ingewikkelder. Ja. En uitdagender. Oké. Maar dat democratische van een vereniging is wel de essentie natuurlijk van een stamboek of van een sportbond. Ik ben dan wel erg in geïnteresseerd of we dingen ook zouden kunnen verbeteren. Wat kan een bestuurder doen? Dan gaan we het even af. Wat kan een bestuurder doen om te zorgen dat zo'n vereniging beter functioneert van beneden naar boven? Ik kan structuren maken die prachtig werken. Maar als ik slechte mensen heb, krijg ik een slechte structuur. En krijg ik een slechte vereniging. En ik kan ook hele slechte structuren hebben op het oog. Maar als ik daar de goede mensen heb die weten wat ze moeten doen, dan werkt het toch. Alles staat of valt vaak met een combinatie van een goede structuur en de juiste mensen op de juiste positie. En wat ik daarmee bedoel is dat ze goed weten welk belang ze nastreven. Het eigen belang, hè, dat is altijd heel moeilijk in bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, de paardenstamboeken, waar ook vaak je wil aan de ene kant een bestuur dat een goede afspiegeling is, die ook kennis van zaken hebben. Want als je daar allemaal mensen neerzet die niets weten van paarden, dan wordt het ook een hele ingewikkelde. Maar dat betekent dat je heel vaak ook verschillende belangen in je bestuur krijgt. En daar moet, en daar start het allemaal mee, dat het bestuur doet waarvoor het is ingesteld. Namelijk besturen met het oog op het totale belang van de vereniging. Ja. Dus niet op het eigen belang, maar op het totale belang van de vereniging. En daarbij, zo noem ik het altijd, goed zijn rondjes blijft lopen. Dus al die geledingen die er zijn, al die verschillende bloedgroepen waaruit een vereniging bestaat, daar goed op de hoogte zijn wat er speelt. En heel goed blijft uitleggen wat is het centrale punt waar we naartoe gaan en hoe komen we daartoe. En dat klinkt heel plat. En het is verschrikkelijk ingewikkeld om dat goed te doen. Maar daar staat of valt alles mee. Met goed oog houden op wat je doel is. En goed de rondjes blijven lopen om de belangen in een goede belangafweging te kunnen betrekken om het beste te doen voor die vereniging. En dus niet voor jezelf. Nee. Dus dat heeft te maken met persoonlijkheid. Het heeft te maken met informatiepositie. Maar voor mijn gevoel zit daar ook een rol van bijvoorbeeld een ledenraad en zelfs van leden zelf. Absoluut. Dus we hebben het bestuur nu gehad. Die moet besturen. Die zorgt voor de leiding. Hè. Die zet bestuurlijk uiteen wat het beleid is. Die bepalen ook het beleid. Dan heb je de uitvoerende machten. Dat is natuurlijk de bureauorganisatie. Ja. En we hebben een ledenraad. En de ledenraad is een controlerend en toezichthoudend orgaan en zou voldoende representatief moeten zijn voor de groepen die je hebt. Dus het mooiste is als alle bloedgroepen daarin vertegenwoordigd zijn. Als we het bijvoorbeeld over de sport zouden hebben, dat er ook iemand is die iets weet van topsport, ik noem maar wat. Omdat het ook een belang is wat je moet dienen, maar ook iets van de recreatiesport. Je wil ook wellicht allerlei disciplines erin vertegenwoordigd hebben. En je wil ook nog een keer een goede, en dat zien we ook met name ook bij de stamboek, je wil ook een goede regionale spreiding. Het is echt niet goed voor een vereniging wanneer iedereen komt uit bijvoorbeeld alleen maar het westen. Want in het oosten wordt toch echt anders gedacht.
En we hebben ook nog Limburg en Friesland, om maar wat te noemen. Ja. Dus je moet dat ook heel goed doen. En dan betekent het representatieve, dat moet je goed borgen. Maar ook wellicht meer diversiteit, hè, want het is ook heel fijn om meer jongeren aan je te binden. We zien ook steeds verenigingen meer jongerenplatforms oprichten, omdat ja, daar komt ook de innovatiegedachte vandaan. En daar moet je de vereniging ook weer dragen naar die toekomst toe. Dus dat is heel belangrijk, maar ook heel belangrijk is dat de ledenraad goed weet wat hij moet doen. Ja, en wat moet een ledenraad doen? De ledenraad moet controleren en wetgeven, dus die maakt wetgevende macht, noem ik het maar even. Die stelt de statuten vast bijvoorbeeld, daar gaan ze over. De bestuursleden worden door en uit de leden gekozen, benoemd in de ledenraad. Dat zijn bijvoorbeeld hele belangrijke taken, maar ze zijn geen uitvoerder, ze zijn geen directeur en ze bepalen ook niet het beleid. En het is wel iets heel fijn om te kunnen sparren met een ledenraad. Maar het moet niet zo zijn dat zij op het bestuursstoel willen gaan zitten. Nee. Net als bestuurders niet op de stoel van de uitvoering moeten gaan zitten en directeurtje moeten gaan spelen. Want daar heb je namelijk een directeur voor. En waar gaat het vaak fout? Is dat er onvoldoende daar kennis en ervaring is met de positie en de taken, rollen, verantwoordelijkheden die je hebt op die positie. En dat maakt een vereniging ook ingewikkeld, omdat iedereen een warm klop onthard heeft voor die vereniging. Daarom zit je erbij, daarom zit je in de ledenraad. Maar je moet wel weten dat het dus niet is dat jij maar gaat bepalen en een wenslijstje doorgeeft wat er morgen moet gebeuren op het bureau. Nee. Maar het is wel belangrijk om op te halen wat er leeft bij de leden. En dat dingen niet goed zijn gegaan, maar dat moet goed weglopen, wel in die taken. Ja, precies. En een bestuur kan ook niet autonoom allemaal dingen gaan zitten bedenken zonder dat ze de ledenraad mee hebben. En een directeur kan ook niet zomaar uit zichzelf allerlei dingen gaan doen. Nee, die moet binnen het beleid blijven dat bepaald is. Dus als we dit al zo afpellen, is dat dus best ingewikkeld, hè? Want je moet uitvoeren. Het bureau moet het beleid voorbereiden. Die gaat bijvoorbeeld aan de slag met een meerjarenbeleidsplan, zegt waar de accenten op zouden kunnen liggen, geeft dat aan. Maar het bestuur gaat dat vervolgens bestuderen. Die moet al die belangen met wegen en kijken. En heeft natuurlijk ook beperkingen, financiële beperkingen, capaciteitsbeperkingen, beperkingen door wet en regelgeving, moet keuzes maken. Dan zegt het bestuur, nou, dit gaat naar de ledenraad, en dan gaat de ledenraad daar nog een keertje naar kijken. Dus het is ook een ingewikkelde structuur. Er zit ook vertraging in het proces. Dus als je een directeur hebt die denkt, ja, ik wil er gewoon even lekker snel doorpakken en dit ga ik doen, of ik heb gewoon een heel goed idee, dan ja, steeds wat ik zeg is altijd pas op, kijk uit, blijf je rondjes lopen, want als het bestuur niet weet waar je mee bezig bent, voordat je het weet, loop je elkaar voor de voeten. En dat is in algemene zin in verenigingsrecht, denk ik wel, een van de grootste risico's die er zijn. Ja, want dat geldt niet alleen voor paardenverenigingen of alleen voor sportverenigingen, dat geldt eigenlijk voor alle verenigingen. Dat geldt echt voor alle verenigingen waar een maatschappelijk doel is en waar iedereen, en dat is vind ik dus ook wel weer het mooie, hebben kunnen zeggen van het gaat niet goed. Je kunt ook zeggen het gaat wel goed. Want door schuren ontstaat glans, daar moet je door blijven innoveren. Maar je moet wel zorgen, en dat is een ander punt denk ik dat ik wil inbrengen, is alles staat of valt met voldoende vertrouwen. Schenk elkaar vertrouwen en stuur uit vertrouwen in plaats van uit wantrouwen, ook naar de bureauorganisatie. Ja. Heel veel medewerkers die daar werken, die zijn daar niet gaan werken omdat ze rijk willen worden. Nou, en als je dat zou willen, moet je niet een werknemer worden van een vereniging. Nee, mensen zitten daar uit passie, maar daarmee gaat het natuurlijk ook vaak fout, dat de passie overhand pakt. Dat is dus ook wat ik bedoel, hè? Maar stuur wel op vertrouwen, maar kader dus wel goed. En dat ze niet dus hun eigen zinnetje gaan doordrijven en eigen dingetjes weer gaan doen. Nee. Want ja, je hebt met elkaar iets afgesproken en dat is wel het kader waarbinnen je doet. En ik zeg vaak, de vereniging gaat echt niet kapot aan structuur of mensen of wat dan ook. Maar aan een beetje positieve naïviteit, doordat iedereen toch denkt het beste te doen. Ja. En niet altijd evenveel sturing verlangt. Nee, dus er zit misschien ook nog een stukje opleiding en verheldering voor iedereen binnen zo'n vereniging. Absoluut, daar zeg je dus iets heel goeds. Hè? Het continue, het onboarden van mensen. Wat zijn de kaders? De verwachtingen goed ook. Wat betekent het als je in de ledenraad komt? Waar ga je over?
Waar ga je ook niet over? Nee, je gaat niet over de arbeidscontracten van de werkorganisatie. Daar ga je niet over. Maar hoog over ga je natuurlijk wel over het jaarverslag en dergelijke. Daar mag je echt wel ook wel wat van vinden. En dus je moet goed onboarden en continu opleiden en trainen. Dat is echt heel belangrijk. En aanspreekbaar blijven op gedrag. Dat is ook wel zoiets. Als mensen lang blijven zitten, dan worden ze bijna soms de vereniging. Ja. En het is ook belangrijk je aan bestuurstermijnen te houden bijvoorbeeld. Ja, zodat gewoon inderdaad die helderheid van die structuur, die moet je eigenlijk handhaven. Ja, die moet je ademen. Ja. Er is de afgelopen jaren natuurlijk best veel gebeurd in verenigingsland bij verschillende verenigingen. In sommige gevallen wordt daar dan ook uitgebreid op gereflecteerd. Wat hebben we fout gedaan? Hoe gaan we het in het vervolg beter doen? Maar heel vaak zie je dan toch dat er toch weer hetzelfde gebeurt of iets vergelijkbaars. Hoe kan je dat doorbreken, zo'n cirkel in zo'n vereniging? Hoe voorkom je dat governance rapporten, noem maar wat, in de onderste la belanden? Dat gaat uiteindelijk altijd om personen en het geheugen is vaak te kort in een vereniging. Het verloop kan vrij groot zijn. Dus werk goed met meerjaren en jaarplannen. En pak dan die rapporten daar ook bij. Dus bestendig het ook echt in alles. Eén is het rapport maken, maar twee is dat je direct doorpakt van wat betekent dat voor de dagelijkse uitvoering? Wat betekent voor mijn beleidsvoering? En je daar dus ook aan houden. En daar zit hij vaak in. In verenigingen gaat heel vaak positie, macht en geld een rol spelen. Het zijn allemaal vieze woorden voor mensen. Zullen ze zelf ook nooit bekennen. Maar gooi het op tafel. Je bent daar voor het belang van de vereniging en nogmaals niet voor je eigen belang. Nee, dus je moet daar ook gewoon transparant in zijn. Transparant, maar ook wel zodanig dat je nog wel kan besturen. Want ook in de vertrouwelijkheid van bijvoorbeeld een besloten vergadering moet je met elkaar een robbertje kunnen vechten. En dat is helemaal niet erg, hè? Maar dat moet ook mogen. Ja, dat is misschien ook wel een belangrijke, dat waarom dingen vaak misgaan. Omdat mensen het onmiddellijk als een vertrouwens... kwestie aankaarten als er een robbertje gevochten wordt over inhoudelijke dingen. Daar heb je een heel belangrijk punt, omdat mensen soms die vereniging zijn geworden vanwege hun passie, hè, dus echt niet uit negativiteit, maar uit hun passie, dat als je dan kritiek levert, het heel vaak wordt opgevat als kritiek op de persoon. Terwijl als je even een laagje met rust in diepte gaat, maar wat is nu eigenlijk het probleem? En kunnen we daar met elkaar het echt goed over hebben, dan ja, probeer continu de verbinding maken. Maar dan kom ik toch terug op het eerdere gemaakte punt. Het gaat om die rondjes blijven lopen en respect tonen voor de ander. Ja, rolvastheid, ja. En weinig belangen. De structuur gebruiken om de vereniging draaiende te houden. Ja, en respect houden voor elkaar. Dus ook de ander proberen te vertrouwen. Sturen op basis van vertrouwen. In plaats van op wantrouwen brengt de vereniging verder. De meeste mensen willen het goede voor de vereniging. Dat vind ik een hele mooie om af te sluiten. Heel hartelijk bedankt, Marjan Olfers. Wat staat er in de paardenkrant van deze week? Nou, vooral een uitgebreide verslaggeving van het examen van de voorjaarsverrichting van het KWPN voor alle richtingen, gelders, dressuur en springen. Er zijn foto's, er zijn interviews, uitgebreide beschrijvingen van de hengsten. En vorige week hebben we de voorjaarsverrichting ook besproken in deze podcast. Met Rick en met Jacqueline van Tartwijk. Dus als je die nog niet beluisterd hebt, bij deze de tip om dat alsnog te doen. Vorige week vroegen we jullie ook in de podcast of je de cijfers had gemist bij de eindexamens van de hengsten. Dat was een populaire poll, er hebben een boel mensen aan meegedaan en er was een heel duidelijk antwoord. Ja, jullie hebben de cijfers gemist. Maar liefst 84% vulde in dat ze toch liever cijfers hadden gehad bij de dressuur en springhengsten. Dus bij deze commissie, dan weten jullie dat. Ik weet niet of ze er iets mee gaan doen. Nou, er wordt in ieder geval nog wel flink over gepraat. Ja. Heb ik al begrepen uit verschillende hoeken. Zowel bij het KWPN als hengsthouders als fokkers. Die het allemaal toch wel misten. Nou ja, het is goed om af en toe wat te proberen, maar... Op het moment dat je denkt, nou, dit is misschien toch weer een brug te ver, kun je er natuurlijk ook altijd weer op terugkomen. Dat brengt ons weer bij de verenigingen, waar je dan dus volgens Marjan Olfers met elkaar moet discussiëren, maar ook vertrouwen en respect naar elkaar toe moet hebben. Verenigingen, we zeiden het al, zijn voor veel mensen toch een beetje een ver van mijn petshow. Maar wat Rick al zei er straks, de leden maken de vereniging, de leden zijn de vereniging.
En daarom hebben we in onze nieuwe poll een vraag voor iedereen die lid is van één of meerdere verenigingen. En die gaat erover, ben je nou lid van een vereniging? Voel je je meer klant? Wil je meepraten? Wil je bijdragen aan een oplossing? Of wil je gewoon dat ze een dienst aan jou verlenen en dat is het dan? We zijn heel benieuwd hoe jullie daarin staan. De link staat in de show notes. Wat staat er op de agenda dit weekend? Nou, natuurlijk het NK Dressuur. Rick, vertel even, het programma is anders dan anders dit jaar. Ja, de Grand Prix Special. Dat is het eerste onderdeel van het NK Senioren. Dat heeft te maken met de Olympische Spelen, want die special bepaalt de landenwedstrijd straks in Parijs. Normaal gesproken zouden ze een Grand Prix rijden en dan een kuur op muziek. Ja, dus nu is het special en kuur op muziek. En de kleine finale is dan de Grand Prix. Dat is onder andere ook voor mensen die twee paarden hebben. Oh ja. Die moeten dan eentje de kuur en eentje de Grand Prix doen. Maar de eerste proef is dus de Grand Prix special. En ja, waar ik wel met extra belangstelling naar ga kijken is... het zijn natuurlijk de namen die zich de afgelopen tijd al redelijk in de kijker hebben gereden. Dat is Emily Scholtens, Edward Gal natuurlijk, Hans-Peter Minderhout, Marlies van Balen. Maar er zijn er ook nog een paar die terugkomen na een lange periode van afwezigheid. En die voor die periode van afwezigheid door blessures een beetje in dezelfde range scoorden als die vier die ik net noemde. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Dat is dus Dinja Vlieren met Hartsuiker, Linde Maas met Elektra en Kirsten Brouwer met Foundation. Dus daar kijken we dan toch wel met belangstelling naar uit. Wat die scores gaan zijn, hoe dat NK gaat verlopen. Ja. De Grand Prix Special is op zaterdag, meen ik. Ja, en de kuur op zondag. En eigenlijk moet ik ook eerlijk zeggen, ik vind het ook heel lastig om te voorspellen wie er gaat winnen. Dat maakt het wel een stukje leuker om te gaan kijken ook. Ja. Nou, dat gaan we doen. Ook te zien op Clip My Horse overigens. Dus ga vooral kijken of kom naar Ermelo om het NK zelf te aanschouwen. Er is ook nog wel springen. Dit weekend, hoewel we natuurlijk vooral onze aandacht even op de dressuur zullen hebben. Er is 5 sterren springen in Rome. Daar gaan in elk geval Willem Greven en Lars Kersten heen. Er staan nog een paar mensen op de nominatie, maar die inschrijvingen zijn nog niet bevestigd op dit moment. Er is een 4-ster in Duitsland met onder meer Leopold van Asten, Kevin Jochems, Mark Houtzager en Pim Mulder. En er zijn 2 sterren concoursen in België, in Bonheide en in Opglabeek. Er zijn ook een aantal jeugdrubrieken. En er wordt ook nog gesprongen in Samorin en in Saint-Tropez. Dan is er ook een wereldbekerwedstrijd mennen voor de 4-spanrijders. Daar zijn voor Nederland Anthony ter Harmsel en Koos de Ronde. Bram Chardon zou ook gaan, maar die is vorige week heeft hij een ongeluk gehad en met zijn wedstrijdvierspan is hij in de sloot terechtgekomen, omdat er een fietser voor hem op de weg viel en de paarden daarvan schrokken. De berichten waren dat de paarden van Chardon helemaal in orde waren, maar iedereen was natuurlijk toch wel behoorlijk geschrokken, dus hij heeft zijn wedstrijdschema maar eventjes aangepast. Heel begrijpelijk natuurlijk. En voor wat betreft het eventing, zoals we vorige week al zeiden, is dit weekend de verplichte observatie voor de Nederlandse teamruiters in het Engelse Bicton. Dat was het voor deze week. Rick, hartelijk bedankt weer. Graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren. Je kunt alles wat we besproken hebben terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. De links staan ook in de show notes bij deze podcast. Een deel van onze artikelen zit achter een betaalmuur. En ja, dat is soms irritant, maar een abonnement op Horses Premium kost minder dan €5 per maand. Als je onze journalistiek wilt steunen, is dat misschien toch een overweging. Ook zijn losse nummers van de paardenkrant online te koop in onze webshop. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week! Dit was een podcast van Horses.nl en de paardenkrant.